vandaag op de Career Lounge, de plaats waar studenten en bedrijven uit de IT- en de multimediasector elkaar leren kennen. Het is interessanter omdat alle bedrijven samenkomen op één plaats, dus je kunt sneller meerdere bedrijven leren kennen. Als je als student zijnde naar elk bedrijf apart moet gaan, dan ben je denk ik een paar maanden bezig, terwijl hier heb je alles op één plaats, dus dat is wel handig. Nu, als ik aan jou zou vragen, binnen welke technologie of binnen welk domein dat je zelf ziet bewegen? Applicatieontwikkeling, maar vooral Google Maps maken, Shazam, zo die dingen. Ja, dat soort zaken. Vandaag zijn we op zoek naar zowel stagiairs als nieuwe kandidaten voor eventueel een job bij ons als Android-developer of iOS-developer. Als ik hier een stageplaats zou vinden, zou dat voor mij wel interessant zijn, omdat ik redelijk wel op zoek ben. En via computer gaat het wel wat moeilijker. Het is beter om in contact te komen hier met de bedrijven, zodat ze u ook wel zien en kunt eraan mee babbelen. Het is altijd interessanter om de studenten in face-to-face te zien. En dan weet je ook meteen al wat voor vlees dat je in de kuip hebt eigenlijk. We zijn hier allemaal aan het speeddaten voor zo meer info te krijgen waar dat wij onze stages gaan kunnen doen volgend jaar. En gewoon de bedrijven leren kennen en zo. Ik heb hier al zeer veel handige informatie gevonden. Dus ik ben zeer tevreden van wat ik hier te horen krijg van de bedrijven. En ik heb al meerdere stageplaatsen aangeboden gekregen. Dus ik vind inderdaad wat ik zoek.